De kunst-, antiek- en designbeurs Art Breda krijgt een nieuwe locatie. Het evenement dat in mei 2017 weer plaatsvindt, verhuist van het Chasséveld naar de nieuwe, in aanbouw zijnde evenementenhal De Bree. Ja, je zou zeggen we zaten op de mooiste plek van Breda, op het Chasséveld, loopafstand van het centrum. En we waren ook heel tevreden mee en het was heel mooi. Maar het was toch een tijdelijke locatie, met een vloer die tijdelijk was en tenten die tijdelijk waren. En als het hard waaide, en het heeft hard gewaaid, dan maakte dat een ontzettend lawaai. Dan klapperde het. Als er heel veel mensen over die vloer was super solide. Dezelfde vloer waar je ook van Masterpiece en Tefaf gebruikt wordt. Maar als er heel veel mensen tegelijkertijd op lopen, dan trilt die toch een beetje. Merk je niet. Maar als je hele oude glaasjes uit de 17e eeuw op kleine sokkeltjes hebt staan, dan merk je dat wel degelijk, want die trillen en bewegen. En er is er zelfs één keer eentje stuk gevallen. Braaf voor goed natuurlijk, maar daar is de antiquair van wie die glaasjes zijn toch niet blij mee. En het is toch professioneler en beter om het in een vaste locatie te doen. Dit is de bouwlocatie van evenementenhal De Bree zoals die er op dit moment bij ligt. Het evenement Art Breda zal straks een van de eerste zijn die hier plaatsvindt. Ik denk dat wij als locatie zeker trots zijn dat zo'n beurs hier komt. Niet alleen qua Art Breda, omdat het een Breda's evenement is, maar ook gewoon hun positie in de evenementenwereld. Het is gewoon een prachtige beurs. Het is een van jullie eerste evenementen? Klopt, Holiday on Ice zit er nog voor en we hebben nog een aantal testevenementen, maar een van de eerste. Er kunnen ongeveer 12.000 mensen in het nieuwe pand, klopt hè? 12,5 bij muziek. Is dat ook een beetje wat de verwachte bezoekersaantallen zullen zijn voor dit evenement, Art Breda? Nou, daar zit je wel op een hele andere tak van sport. 12.500 bezoekers kunnen in één keer in de evenementenhal. Dus dat is veel met muziek, dance evenementen. Bij Art Breda zal dat verspreid over de dagen zijn. Zal je veel met piekmomenten hebben, omdat het een beurs is. Maar ze verwachten over de dagen heen 20.000 bezoekers. En moet jij nog speciale aanpassingen doen voor dit evenement ten aanzien van de hal? Nee, gelukkig niet. We hebben alle voorzieningen die beurzen, die evenementen nodig hebben. Dat is geluk met het bouwen van een nieuwe evenementenhal, dat je met alles rekening kan houden. Oftewel met de hoogte, met de kabelgrootte, stroom, water. Alles ligt er ook voor hun in. Gaan mensen ook nog iets merken qua indeling van de nieuwe beurs? Ja, we hebben op dat Chasséveld in die tijdelijke locatie ontzettend ons best gedaan om ervoor te zorgen dat je binnen niet merkte dat het een tent was, eigenlijk een paviljoen. Laat staan dat je merkte dat het 3 paviljoens waren, maar dat waren het eigenlijk wel. Je moest van de ene naar de andere, dat had heel veel effect op de beursplattegrond. En nu is het gewoon één hele grote rechthoek van 20 meter hoog, dus het geeft echt een heel ander gevoel en een heel andere indeling heeft het ook. Wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, veel meer een gevoel van grandeur. Veel van die beurzen moeten, weet je, je loopt daar rond en de hal waar je in loopt is 20 meter hoog. Weet je, het heeft allemaal net iets meer uitstraling daardoor. En waar je binnenkomt, vanaf waar je binnenkomt, loopt een schuine op de plattegrond een schuine allee, de Bree-laan gaan we het noemen. Schuin van de entree precies naar het restaurant. En links en rechts opent die beurs zich dan naar je. Dus dat wordt echt dat is wel bijzonder.